We werken natuurlijk samen met een vormgever. Dus een vormgever heeft natuurlijk ook iets te zeggen over hoe werken ten opzichte van elkaar worden opgehangen. Maar als je het hebt over bijvoorbeeld de volgorde waarin de schilderijen hangen, daarin spelen vooral de thema's die horen bij de tentoonstelling een rol. In totaal zijn er 29 schilderijen en die 29 schilderijen hebben we gekozen passend bij het verhaal wat we willen vertellen. Dus we willen iets laten zien uit de vroege periode, we willen iets laten zien van de huiselijkheid, van de binnenplaatsjes, van de interieurs. En uiteindelijk bepaalt dat natuurlijk voor een deel ook hoe het hangt, want de schilderijen die bij een thema horen moeten bij elkaar in de buurt hangen. En hoe je het uiteindelijk dan plaatst, dat is ook iets wat je in overleg met een vormgever bepaalt.